Welkom bij Zeeuwse Naaldwijk. Ik ben Sander Verhulst en ik wil u deze Renault Captur laten zien. Dit is de Renault Captur Initiale Paris die we binnen hebben gekregen. Ontzettende mooie volle uitvoering met echt alles erop en eraan. Het is een 1300 met 154 pk. Dat is ook de zwaarste 1300 turbo motor die in de Captur geleverd wordt. De auto heeft ze voorzien van parkeerassistentie, dus parkeersensoren rondom, maar ook voorzien van de camera 360, hè, dus de camera die ook rondom zit, dus hier voor in het logo zit dan in een camera, 18 inch lichtmetalen velgen, ook hier onder de spiegel zit nog een camera en natuurlijk inderdaad ook nog aan de achterkant, daar zit ook nog een camera in, ja, die zit ook keurig netjes in het logo verstopt. Dus we krijgen echt rondom view, zo gezegd. Die achterplaat die hebben ze meegespoten donkergrijs. Dus dat is een glimmende plaat. In plaats van wat bij de meeste capturen zitten, een doffe zilveren plaat. Dus dat geeft de achterkant, is daardoor net even chiquer als de standaardversie. Nou, de auto is ook voorzien van donkere glas. Natuurlijk ook inderdaad de HiFin antenne. Ook dakrails. Zit op de auto, dus dat is ook wel mooi. Ja, ik weet niet of ik dat heel goed kan laten zien, maar de auto is ook voorzien van vooruitverwarming. En, moeten we even kijken of we dat in beeld kunnen brengen. Kijken we even door de ruit heen. Ja, dat is een lastige. Kunnen we niet heel makkelijk laten zien, maar hier zit in ieder geval wel ook het knopje om hem te bedienen. Ja, dus daar kunnen we de vooruitverwarming mee regelen. Stuurverwarming zit er ook op. Natuurlijk ook de rijbaanassistent. Een volledig digitaal dashboard. Dus we krijgen ook de auto in het midden te zien. Dus ook voorzien van het grotere scherm in plaats van het iets compactere scherm. Ook natuurlijk stoelverwarming. Links en rechts. Ook die camera. De climate control, de USB-poorten natuurlijk. De auto heeft ook de volledig lederen bekleding. Dus je zit hier ook in een hele mooie bekleding is dat wat dat betreft. Een randloze dimspiegel. Dus hij dimt zichzelf, maar er zit geen randje omheen. Dat is ook wel heel mooi wat dat betreft. Nou, als ik hem even start. Dan kunnen we ook inderdaad bijvoorbeeld die camera even showen. Dan trek ik hier even de deur dicht, want dan maakt het wat makkelijker. Nou, als ik nu de camera intoets, dan krijgen we dus de auto van bovenaf te zien rondom de plekken die we inderdaad kunnen doen. En dan kan ik bijvoorbeeld ook nog kiezen inderdaad om aan de rechterkant, de stoepkant bijvoorbeeld te kijken hoeveel afstand we hebben. Of natuurlijk inderdaad te selecteren voor parkeersensoren. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen instellen tijdens het parkeren en eventueel is het zelfs nog mogelijk om de auto zelf in te laten parkeren en dan hoeven we alleen maar gewoon de boel te volgen eigenlijk wat we moeten doen en dan parkeert de auto zichzelf ook in. Nou, verder ook MySense zit er ook op, dus we kunnen bijvoorbeeld kiezen voor sport of voor eco. Nou, display verandert dan ook inderdaad, krijgen we een andere teller, dus dat geeft ook weer een heel ander effect op het dashboard van de auto. We kunnen ook bijvoorbeeld kiezen voor eco. Nou, dan kleurt alles ook inderdaad dan groen. Dan krijgen we weer een ander soort teller, dat we inderdaad meer geconfronteerd worden met het verbruik van de auto. En we hebben natuurlijk inderdaad gewoon de normale standaard teller, zoals we die ook kennen. Dus dat is ook wel gaaf van dat digitale dashboard wat dat betreft. Nou, eigenlijk een ontzettend, bijna overcomplete auto zou je kunnen zeggen. Mocht u interesse hebben, laat het dan eventjes weten. Dan kunnen we een afspraak maken en kunnen we kijken of we eruit kunnen komen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken van deze video en graag tot ziens bij ons in de showroom.